Bepaalde diensten worden uitgezonderd van de avondklok. Dit zei vice-president Ashwin Adin afgelopen zaterdag op de dagelijkse persconferentie van de overheid over COVID-19. Een uitzondering wordt gemaakt voor de zorgverleners en diensten die de veiligheid van het land garanderen, zoals de politie en militairen. Personen die werkzaam zijn in deze diensten mogen zich volgens Adin alleen via in hun uniform op straat bevinden, als zij de dienst hebben. Hierna moeten zij de kortste weg naar huis kiezen. Adin gaat nader in op andere uitzonderingen. Dat wil ook zeggen dat voor diensten zoals SWM, EBS, telezuur en brandweer wij per instantie enkele pasjes slechts zullen geven, zodat slechts die individuen of personen die de dienst moeten doen, zij het ergens wat werkzaamheden van EBS dat noodzakelijk is door stroomuitval bijvoorbeeld, dat die mensen kunnen uitrukken met hun pasje. Voor andere hoogst noodzakelijke diensten uit het bedrijfsleven, want we kunnen denken aan bakkerijen die in de ochtend moeten bakken. Je kunt aan heel veel zaken denken. Particuliere veiligheidsdiensten. De mediabedrijven. Zult u een nummer doorkrijgen en het nummer is het nummer van NCCR, dat is 144. En de procedure is dus als volgt, dat u inbelt, uw informatie doorgeeft, de noodzaak doorgeeft en dan zal het Nationaal Management Team dat sanctioneren, indien dat natuurlijk noodzakelijk blijft, dat goedkeuren. U zult schriftelijke toestemming krijgen en u zult de noodzakelijke pasjes krijgen om uit te rukken. Verder zegt Adin dat ook nood- en spoedverkeer toegestaan zal worden. Hij haalt aan dat bijvoorbeeld mensen die naar de spoedeisende hulp moeten, gerekend zullen worden tot noodverkeer. Echter moet de politie vooraf op de hoogte gesteld worden. Daarvoor zullen we u vragen om 115 te bellen. Dat is de command center van de politie. Die is ready om dat soort spoed- en noodzakelijke gevallen direct te registreren. Liefst dat u voordat u uit huis gaat, een situatie, spoedgeval, spoedeisende hulp. U belt 115, het wordt geregistreerd. Als u ergens onderweg gestopt wordt, dan is men op de hoogte wie op straat is en wie in het openbaar beweegt. Dat is slechts voor die gevallen. Vice-president Ashwin Adin, hij sprak afgelopen zaterdag bij de dagelijkse persconferentie van de overheid rond het COVID-19-virus. Adin zegt dat er consequenties zullen zijn voor mensen die zich niet houden aan de regels. Het gaat volgens hem er namelijk om dat de volksgezondheid gewaarborgd moet blijven.